Goedenavond, welkom in deze maandagaflevering van het herfstprogramma De Schat. En het is gebruikelijk om te starten met een gebed dat ons wordt aangereikt door een van de leesgroepen. En laten we dan ook deze avond samen starten met dit gebed. Heer, als het leven wankelt, als onze wereld beeft, als tegenwind ons velt, als ziekte ons uitholt, als wij instuiken, omvallen, zwichten of bezwijken, laat ons dan vertrouwen dat als wij vallen, jij ons vangen zal. En ons zal dragen boven onze krachten uit. Heer, machteloos als wij zijn, vertrouwen wij op de zachte kracht van jouw liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en jullie weten, zoals elke week krijgen we weer een vers aangeboden in geheim schrift. En we gaan de code moeten kraken. En vorige week, donderdag, kregen we een tip mee. Een tipje van de sluier werd opgelicht. Want er werd namelijk gezegd dat het vers dat we deze week zoeken komt uit het hoofdstuk uit Handelingen waarin Crispus aan bod komt. Crispus met een P, niet Christus. Ja, en vermits mijn voornaam Chris is, voel ik me natuurlijk bijzonder aangesproken en gaan we onze schouders zetten onder deze aflevering. En als mijn kennis mij in de steek laat, dan heb ik gelukkig een zeer goede hulplijn. We hebben namelijk Chris Smits, die heel actief is in de pastorale eenheid Sarah en Abraham en die ons heel graag zal helpen. En Sarah en Abraham doet mij denken aan de aflevering uit De Kruk, waar we naast het Albertkanaal in gesprek mochten gaan met de sympathieke pastoor van die pastorale eenheid. Ah, ik krijg hier de code. Ja, ze hebben mij hier dat spel met handen en voeten moeten uitleggen. En nu krijg ik hier een code in gebarentaal. Ja, gebaren zeggen soms meer dan woorden. En dan valt mij dan op, als ik de vieringen bijwoon in de kathedraal, bij de vredesmens, waar mensen elkaar vroeger de hand gaven en het nu helaas coronamatig niet meer kan, hè, als mensen elkaar nu de vrede toewensen, dan doen ze dat tegenwoordig zo. Het is een heel mooi gebaar. Het doet een beetje denken aan het hindoeïsme, maar ook een mooi gebaar van verbondenheid, hoe ze zo doorheen de hele kathedraal elkaar de vrede toewensen. Ik krijg hier plots vanuit de regiekamer allerlei gebaren om erop te wijzen dat het gedaan is met praten, dat we dringend moeten gaan overstappen op de spelletjes. Oké, het eerste spel dat ik mag spelen is het spel Wie is het? En ik open de doos en ik ga de instructies lezen die mij worden aangereikt. In deze doos vind je een voorwerp. Naar welk personage uit Handelingen verwijst dit voorwerp? Beargumenteer je antwoord. En ik vind hier in de doos een schaar terug. Ja, nu zit ik te denken, ja, met besnijdenis zal het niks te maken hebben, maar het doet mij ook, als ik zo zit na te denken, herinner ik mij een passage van een rijkere dame die dure stoffen verkocht, verhandelde, handeldreef in stoffen. Een schaar stoffen. Ik leg die link, als ik zo zit hardop te denken, dat ik eventjes zoeken naar de naam. Dat is niet Berenice. Ik denk Lydia of Lida. Volgens mij, een gok verwijst de schaar naar het personage van Lida. Ik hoop wel dat ik er niet het hoofdstuk bij moet vermelden, want dat zou ik bij God niet weten. Ik ga een blik werpen in het omslag als ik mag. Ik ben benieuwd of het mij gelukt zal zijn bij deze eerste opdracht. Spannend, want ik krijg nog geen concreet antwoord, maar wel een vers. Hoofdstuk 18, vers 18. Ik ga eventjes kijken. Hoofdstuk 18.
10, vers 18. En nu wordt het spannend. Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië. Eerst had hij zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder gelofte. Helaas, ik vrees, beste kijkers, dat ik deze sleutel niet verdiend heb, maar toch vind ik mijn gok van Lydia niet slecht, al zeg ik het zelf. En er wacht mij een nieuwe opdracht. Ik denk dat ik nu het memoriespel mag spelen. Een lichte vorm van stress overvalt me, want dat heeft iets te maken met geheugen en ik ben ook niet meer van de jongste. Dus ik ga proberen van het hier tot een goed eind te brengen. En als ik het spel was lang geleden dat ik het nog gespeeld heb, als ik mij goed herinner, dan moet ik eerst de kaartjes mengen en dan is het de bedoeling van twee dezelfde kaartjes terug te vinden. Oei, dat klinkt al. Ah, heb ik hier al? Nee. Nu hoop ik maar dat er twee dezelfde tussen. Ja, dat is gelukt. Kijk, ik heb hier twee dezelfde kaartjes. Ik kan ze hier leggen. En dat betekent dat ik het recht heb op een opdracht. Regen. Waar is er in het boek Handelingen sprake van een storm? En inderdaad, we weten dat Paulus zich heel vaak met een schip zijn reizen heeft voortgezet. En ik durf vermoeden dat hij op een bepaald moment, maar ik weet niet meer voor welke kust, in een hevige storm terecht is gekomen. Maar ik kan mij niet meer herinneren voor welke kust. Kan ik nog eens proberen van mijn hulplijn te bellen? Je bent verbonden met de mailbox van... Oei, mijn hulplijn neemt niet op. Ja, dan zit er niks anders op dan zelf aan de slag te gaan. Ik heb al enig idee. Het komt mij voor dat het eerder op het einde van het verhaal was. Ik ga eens eventjes kijken. En inderdaad, ik lees hier hoofdstuk 27, op transport naar Rome, schipbreuk. En ik ga eens eventjes kijken waarheen langs de kusten van Sicilië, Pamphylië, Myra in Lycië, knie dus omdat we de mint niet mee hadden, goede reden. En ik lees hier verder. Creta en de stormwind sloeg neer, de zogenaamde Euraculon. En wel, nu ben ik eens benieuwd of het klopt. Ik ga mijn tweede omslag open doen. En ik kijk voor de regen, sprake van storm, hoofdstuk 27, vers 18. Hoofdstuk 27, vers 18. De storm teisterde ons geweldig en daarom zette men de volgende dag het een en ander overboord. Dus ik heb het gevoel dat dit dan mijn eerste sleutel is voor vandaag. Oef, deze opdracht is geslaagd. En dat geeft me dan moed om over te gaan naar mijn volgende opdracht. En ik denk dat dat iets te maken heeft met tekenen of tekens. Ik ben benieuwd, beste kijkers, of ik jullie vandaag meer dan één sleutel zal kunnen aanreiken. Maar hebben we natuurlijk nog altijd onze schattingsvraag die ons redding kan bieden. Ik ga naar onze tekenopdracht. Ik open de doos en ik heb hier een tekening van een zuil. Ik denk, ja, het is geen Dorische zuil of een Hellenistische zuil, nogal erg versierd met het kapiteel en dan de ranke zuil. En ik heb daar geen opdracht bij. Naar welke plaats uit Handelingen wordt hier verwezen?
Corinthische zuil, ik denk naar Korinthe. Het is een gok, maar ik denk Korinthe. Ik ga eens eventjes kijken of ik een tweede sleutel... Ach, Korinthe, de plaats waar Paulus verbleef bij Prisca en Aquila. Dat betekent voorlopig, beste kijkers, dat ik twee sleutels verdiend heb. Maar dan is er natuurlijk nog onze schiftingsvraag, onze gokvraag. En daar gaan we nu naar kijken. In hoofdstuk 18 komt het sympathieke koppel Prisca en Aquila voor, waarnaar onze bisschop in zijn dagelijkse verbinding met zoveel warmte verwees, dit geëngageerde koppel. En de vraag luidt: hoeveel procent van de deelnemers aan onze vragenlijst kozen Prisca als een vrouwelijk lievelingspersonage uit Handelingen? Nu, als ik daarover nadenk, volgens mij gaan heel veel van onze deelnemers hier gekozen hebben voor die hele sympathieke en geëngageerde vrouw. Dus ik durf zeggen dat 80% van de deelnemers gekozen heeft voor Prisca. Een hoge gok. En nu is het aan mij om een telefoontje te plegen met mijn hulplijn Chris Smits. En ik ga haar eventjes opbellen. Hi, dag, het is Chris van Vliet hier. Je weet, voor het herfstprogramma De Schat. En ik heb jouw hulp nodig. Ben je er klaar voor? Ja. We zitten ondertussen al aan onze schiftingsvraag. En die gaat over hoofdstuk 18, waarin dat koppel Prisca en Aquila voorkomt. En wij vroegen ons af hoeveel procent van onze lezers Prisca als favoriet vrouwelijk personage zouden uitgekozen hebben. Ik heb heel hoog gegokt. Ik heb namelijk 80% van de deelnemers aangegeven. Maar ik weet niet of jij hoger of lager zou inschatten voor deze schattingsvraag. Als vrouwelijke personage. Als vrouwelijk personage, ja. Prisca. Wat denk jij? Ik zou het lager inschatten. En hoeveel denk jij zo? Ik ga een 65-70. 65-70. Wel, blijf je eventjes aan de lijn, want ik heb hier de oplossing bij de hand. En vol spanning neem ik het omslag en ik kijk, oei, nu gaat er een buzzer af, want ik lees hier 43% koos voor Prisca, Priscilla. Dus ik denk dat wij hier de mist in gaan. We hebben Prisca iets meer populariteit toegedicht dan ze eigenlijk verdiende. Ja. Maar ik vind toch dat we ons best gedaan hebben. Chris, super bedankt dat jij mijn hulplijn wil zijn. En allicht hoor je me nog wel een van de komende maanden. Hè? Bedankt alvast. Ja. Hè? Okay, super. Graag gedaan. Dank, fijne dag nog. Dag. Dag. Oei, beste kijkers. Ik heb geen sleutel verdiend. Prisca verdient beter, volgens mij. Ja, en ik heb hier een documentje bij me waarop mensen motiveren waarom ze eigenlijk gekozen hebben voor Prisca of Priscilla, die 43%, als hun lievelingspersonage. Iemand schreef: ik koos Priscilla omdat hij mee het woord verkondigde. En een ander beargumenteerde haar keuze door te verwijzen naar de gastvrijheid van Prisca. En nog iemand anders schreef: samen met haar echtgenoot geeft ze heel sterk uiting aan hun geloof. En ook gastvrijheid voor vreemden en zwakken. En door paus Benedictus XVI werden ze ooit omschreven als leken die humus bieden voor de groei van het geloof. En er is ook een leerkracht en die beargumenteerde haar antwoord uitgebreid als volgt. Wellicht zullen veel vrouwen haar naam noemen. Gastvrijheid, openheid, dienstbaarheid en verkondigen. En dat vanuit een bescheiden positie. Mooi toch? Ikzelf ben nogal honkvast. Ik vond de getuigenis van de bisschop wel sterk als hij het over dit koppel had. Er zouden meer mensen moeten zijn die bereid zijn om uit hun kot te komen en te vertrekken. Vraag is hoe ver dat dan moet, natuurlijk. Ja, elke dag naar school vertrekken, zegt die collega godsdienst, om een boodschap te verkondigen, is misschien ook wel wat reizen. In al die uitleg valt mij één
woord op en dat is gastvrijheid. En dat doet mij dan stilstaan bij de vraag, ben ik gastvrij en bereid om vanuit die gastvrijheid mijn geloof te delen en te getuigen over mijn geloofsleven. Nu, net zoals die leerkracht die daarnet getuigde, leerkracht godsdienst was, zo ben ik ook heb ik jaren godsdienst voor de klas gegeven. En vaak in heel diverse contexten, multireligieuze contexten, hindoes, moslims, ongelovigen, randgeloven, christenen. Heel boeiend verhaal, want het is pas als je authentiek durft getuigen over wie je bent, waar je voor staat en waarom je vertelt wat je vertelt, dat je geloofwaardigheid bij de jongeren ervaart. Niet in elke groep, zeker niet op vrijdagnamiddag, maar onverschilligheid dood. Maar in die groepen was er humus om samen over geloof te spreken, over die verschillende religies heen. En op dat moment zijn hele sterke en mooie momenten. Ik kan jullie helaas maar 2 sleutels aanbieden. Dat betekent dat jullie straks op het scherm en ik hier slechts 2 letters in het geheimschrift zullen aangereikt krijgen. En ik neem hier het omslag met de 2 sleutels. En wat bieden we jullie aan? Wel, alle letters R en S, die krijgen jullie alvast als hint om de code te kraken. Het is niet veel, ik geef het toe, maar het is al iets. En wij hopen nu natuurlijk dat jullie ijverig aan de slag gaan. Wil je die informatie toch nog eens op een rijtje? Dan kunnen jullie naar de bekende website www.handelingen.be surfen. Daar vind je alle informatie terug. En wij hopen natuurlijk van antwoorden te kunnen krijgen op ons mailadres schatvandehandelingen@gmail.com. Wij hopen op vele antwoorden en diegene die de eerste keer als eerste de code kraagt, die mag naar een prettige prijs vooruitzien. Bedankt voor het meedoen, nog een hele fijne avond en donderdag zullen we u heel graag de oplossing aanreiken. Fijne avond nog.